corona, COVID-19, de cijfers gaan duidelijk weer meer dan de verkeerde kant uit. Is dat ook zo voor Knokke Heist, AZC Nobegt? Hij natuurlijk opnieuw weer bij Bart de Waal, directeur Zorg. U heeft mijn vraag gehoord, Bart. Het gaat jammer genoeg inderdaad de verkeerde kant op. Dus wij hebben op vandaag een 20-tal COVID-patiënten in huis, waarvan een 6-tal toch op intensieve zorg. Dus daarmee zit eigenlijk de maximale capaciteit voor intensieve al volzet, voor wat COVID betreft. Een trend zegt dat ook meer en meer jonge mensen besmet raken. Is dat ook zo hier? Ja, dat zien we hier toch ook wel. Ja. De exacte leeftijden kan ik nu niet zeggen, maar de zeer hoge leeftijden zitten er op dit moment toch ook niet in. Capaciteit is bereikt, hoor ik je zeggen. Betekent dat dat andere zorgen in gedrang komen? Op vandaag nog niet, maar we moeten dat wel zeer goed monitoren. Dus we zijn dat nu echt dag na dag aan het opvolgen. En ja, als we zien hoe snel de cijfers stijgen, ja, dan is dat toch wel iets waar we ter degen rekening moeten mee houden. Welke zijn de alternatieven? Stel dat de capaciteit bereikt is hier. Dan kunnen wij in principe doorschuiven dus naar andere ziekenhuizen binnen ons netwerk. Maar goed, hetzelfde probleem begint zich te stellen in andere ziekenhuizen. Ja, dan zit de volgende fase in het afbouwen van andere gewonere zaken of operaties die niet dringend zijn uit te stellen. Dus dat is toch eigenlijk meer dan een optie? Dit is denk ik een serieuze optie, ja. Lockdown, ik hoor langs alle richtingen, ja, de nieuwe lockdown staat er aan te komen. Wat is jouw mening daarover, jouw standpunt? Zoals ik daarnet al zei, we zien de cijfers exponentieel stijgen. Ik denk en ik vrees dat het een stuk onvermijdelijk zal worden als we de zorg in de ziekenhuizen op een aanvaardbaar niveau willen houden. Een beetje oneerbiedig uitgedrukt, de hakbijl erin, in plaats van altijd maar wat aan te modderen, een mondmaskertje hier, een mondmaskertje daar, een ditje en een datje. Ik denk dat een algemene lockdown, zoals we die in het voorjaar vorig jaar gehad hebben, dat wel een ernstige optie zou mogen zijn. Bedankt voor deze keer, Bart. Het spreekt voor zich dat we het blijven samen in de gaten houden. Bedankt voor nu. Oké, dank u wel.